We're heading into an El Nino season. A warning from meteorologists this morning, a super El Nino could arrive in the next few months. And if it does, it could bring with it the threat of droughts and heat waves. Dit soort heftige nieuwsberichten kunnen we verwachten als El Niño terugkeert. En daarnaast heb je er misschien op school of op social media ook wel eens van gehoord. Hoe? En het komt voor hier, midden in de stille oceaan. En die stille oceaan, dat is de grootste oceaan op aarde. En ligt tussen Oost-Azië, Australië, Noord- en Zuid-Amerika. En wat zich hier afspeelt in deze oceaan, heeft wereldwijd een grote impact op het weer en alles wat daarmee samenhangt. Denk bijvoorbeeld aan bosbranden, hittegolven, overstromingen en mislukte oogsten door droogte. En hoe El Niño nou precies ontstaat en wat de effecten ervan zijn, dat leggen we je in deze video in detail uit vanuit onze speciale studio hier midden op de Stille Oceaan. Voor de eerste ontdekking van dit fenomeen moeten we een paar honderd jaar terug in de tijd. Het waren als eerste de inwoners van de dorpen langs de kust van Ecuador en Peru die opmerkten dat het zeewater eens in de zoveel tijd warmer werd dan normaal. Want normaal gesproken komt hier juist koud water uit de diepe oceaan omhoog stromen. De vangst van hun vis ging drastisch omlaag en dat bracht de voedselvoorziening van die kleine gemeenschappen in gevaar. Omdat dit meestal gebeurde rond de kerstperiode, werd dit door de lokale bevolking omgedoopt tot El Niño. Uit het Spaans vertaald betekent dat de jongen of het kerstkind. En La Niña is dan de tegenhanger van El Niño. En dan is het oppervlaktewater van de Stille Oceaan langs de evenaar juist wat kouder dan gebruikelijk. Hoe komt het verschil tussen beide fenomenen? En wat zorgt ervoor dat die omslag plaatsvindt? De interactie tussen de stroming in de atmosfeer en de oceaan maakt dit wat complex om te begrijpen. Er zijn namelijk veel factoren die een rol spelen en die elkaar ook nog eens versterken. En sinds die eerste ontdekking van de vissers in Ecuador en Peru is het verschijnsel bij de wetenschap in beeld gekomen en is er meer bekend geworden over de ontstaanswijze en de impact daarvan. Nu nog steeds wordt veel onderzoek gedaan naar de effecten en impact die we in de toekomst met een opwarmend klimaat kunnen verwachten. Tussen 1903 en 1923 deed de Britse wetenschapper Gilbert Walker onderzoek naar veranderingen van de luchtdruk en de weerpatronen in de Stille en Indische Oceaan. En hij kwam erachter dat op plaatsen waar stijgende luchtstromen voorkwamen, de luchtdruk op zeeniveau relatief laag was. En elders waar dalende luchtstromen voorkwamen, daar was de luchtdruk een stukje hoger. En dat concept zien we hier in de grafiek voor mij. Walker noemde dit de zuidelijke oscillatie en de index, de Southern Oscillation Index, de SOI, wordt nu nog steeds gebruikt. En daarvoor berekenen we het verschil in luchtdruk tussen Darwin in Australië en de eilandengroep Tahiti midden in de Stille Oceaan. Door het verschil in luchtdruk tussen twee plekken te berekenen, kwam hij een grootschalige circulatie op het spoor. En dit omschreef hij met het concept van de Walker-circulatie. In deze Walker-circulatie zien we in het westen van de Stille Oceaan de stijgende luchtstromen met dus wolken en regen. In het oosten daalt de lucht vooral, waardoor het daar veel droger is. En op aarde kennen we meer van dit soort circulaties. Bijvoorbeeld de Hadley-cel en de Ferrel-cel die je ziet op de aardbol voor mij. Maar het grote verschil is dat die circulaties van noord naar zuid georiënteerd zijn, terwijl de Walker-circulatie juist van west naar oost georiënteerd is. Diezelfde Gilbert Walker had nog een belangrijke ontdekking, namelijk de Noord-Atlantische oscillatie, NAO. En daarvoor wordt het luchtdrukverschil tussen IJsland en de Azoren berekend. En die twee weerregimes, NAO plus en NAO min, wordt ook nog dagelijks gebruik van gemaakt. Bijvoorbeeld in onze 30-daagse weersverwachting. Maar er was één dingetje, want Walker hield vooral rekening met de atmosfeer en keek in niet zoveel detail naar de oceaanstromingen. In de oceaan komen natuurlijk ook patronen voor. Denk bijvoorbeeld aan de warme golfstroom, die zorgt voor relatief milde winters in het westen van Europa. De golfstroom begint in de Golf van Mexico en brengt warm water naar het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan.
en zorgt in West-Europa dus voor relatief warme winters. Deze golfstroom is onderdeel van een wereldwijde transportband van oceaanwater. De volgende stappen in de ontrafeling van El Niño en La Niña werden in 1960 gezet door deze man, Jacob Bjerknes. Want door nieuw gelanceerde weersatellieten en geavanceerdere meetstations die op eilandengroepen verspreid over de oceaan werden geïnstalleerd, kon in nog meer detail worden bekeken hoe die veranderingen van de luchtdruk en veranderingen van de temperatuur van het water een link hadden met elkaar. En Jacob Bjerknes kwam erachter dat kleine veranderingen steeds groter werden. En dit noemen we ook wel een positieve feedback. En in dit specifieke geval de Bjerknes feedback. Voordat de feedback loop in werking komt, beginnen we bij een zogeheten neutrale situatie. Rond de evenaar waaien vrijwel altijd de passaatwinden van het oosten naar het westen. En zeilschepen met handelswaar maakten in de vorige eeuwen al dankbaar gebruik van die passaatwinden. En daarom worden ze in het Engels ook wel de trade winds genoemd. De handelswinden. En die passaatwinden die blazen dat warme oppervlaktewater richting Indonesië en Australië. Maar om dat te compenseren moet er ergens natuurlijk ook weer water vandaan komen. En uit de diepe oceaan stroomt dan dus dat koude water omhoog voor de kust van Ecuador en Peru. Dat warme zeewater in het westen van de Stille Oceaan zorgt ervoor dat ook die onderste luchtlagen worden opgewarmd. En door die lagere dichtheid begint de warme lucht op te stijgen. De convectie komt op gang en dit zorgt voor wolkenvorming en regenbuien. In de Walker-circulatie wordt dit verschil gecompenseerd door een dalende en uitdrogende luchtbeweging ten westen van de kust van Zuid-Amerika. Om de cirkel uiteindelijk rond te krijgen, komen we terug bij die belangrijke passaatwinden. Als het temperatuurverschil en dus het luchtdrukverschil tussen het westen en oosten van de Stille Oceaan toeneemt, zorgt dat ervoor dat de passaatwinden ook in kracht toenemen. In Indonesië en Australië is door de krachtigere wind en het opstuwen van het water zelfs een iets wat hogere zeespiegel te meten. Boven het nog warmere zeewater wordt ook de convectie sterker, met zwaardere regenbuien tot gevolg. En niet alleen de luchtdruk moet gecompenseerd worden. Ook het weggeduwde water wil terug naar evenwicht. Vergelijk het met het klotsen van water in een badkuip. Dieper vanuit de oceaan welt voor de kust van Zuid-Amerika nog kouder en nutriëntrijk water op. We bevinden ons in een La Niña-fase. Het kantelpunt naar El Niño vindt plaats zodra de passaatwinden afzwakken. En soms klapt de wind zelfs helemaal om west-oost te worden in plaats van de gebruikelijke oost-west richting. De temperatuur van het water langs de evenaar begint te stijgen en kan zelfs tot 3 graden warmer worden dan normaal is voor de tijd van het jaar. En deze wisseling gebeurt gemiddeld genomen om de 3 tot 7 jaar. In de gebieden waar het eerder juist stabiel en droog was, valt nu meer regen dan normaal. En het opwellen van het koude en nutriëntrijke water stopt. En dit was wat die vissers in de dorpen vreesden in het verleden. En het cirkeltje van de Walker-circulatie die we eerder benoemden, die is aan het verschuiven. De sterkte van El Niño valt af te leiden uit hoe ver oostelijk de Walker-circulatie en dus het warme zeewater en die regenbuien weten te komen. Bij een zwak El Niño-event stokt het rond de datumgrens, midden in de Stille Oceaan. Terwijl bij een krachtige El Niño kan het westen van Zuid-Amerika met dat warme zeewater en die zware regenbuien te maken krijgen. Die SOI, die index, ontdekt door Gilbert Walker, is een numerieke maat voor de sterkte van een El Niño of een La Niña-periode. De effecten zijn natuurlijk niet alleen merkbaar rondom de Stille Oceaan. Op plaatsen waar het eerder juist droog was, is het nu kletsnat en ook omgekeerd. En hierdoor kunnen de problemen met droogte of overvloedige regenval per continent of land verschillen, zoals je bijvoorbeeld op de kaart hier achter mij ziet. De eerste effecten van El Niño zijn merkbaar rond de tropen, waar de temperatuur hoger uitvalt. En dat zorgt er ook voor dat de wereldgemiddelde temperatuur tijdens een El Niño-jaar altijd aan de hoge kant is.
En daarnaast wordt El Niño gelinkt aan het afnemen van de hoeveelheid orkanen en tropische stormen in de Atlantische Oceaan. En het omgekeerde geldt voor La Niña. Dan komen er juist meer orkanen en tropische stormen tot ontwikkeling. Hoe verder je van de Stille Oceaan woont, hoe kleiner de impact over het algemeen wordt. In Nederland hebben we door El Niño bijvoorbeeld hooguit kans op een wat natter voorjaar. Met de huidige ontwikkelingen van de weermodellen is het omslagpunt van een neutrale situatie naar El Niño of La Niña ongeveer een half jaar van tevoren te verwachten. En ook steeds geavanceerdere berekeningen van de wisselingen van het water van de oceaan, de temperatuur daarvan, maken een steeds betrouwbaardere verwachting. Zolang er aan de grootschalige circulatie in de atmosfeer en de oceaan niks drastisch wijzigt, blijven we in de toekomst met El Niño of La Niña te maken houden. Een veelgestelde vraag over dit fenomeen is wat het effect is van klimaatverandering op El Niño of La Niña. In het huidige klimaat komt een extreem event ongeveer eens in de 20 jaar voor. Maar in een opwarmend klimaat verschuift dat naar eens in de 10 jaar. El Niño is dus dat extra zetje bovenop de klimaatverandering waar we al mee te maken hebben. En heeft dus catastrofale gevolgen voor enorme bevolkingsgroepen op onze aarde.